Huh? Een compleet overtuigende reviewkopie van WWE 2K17? Wat moet ik hier nou mee? Ik hou niet eens van worstelgames. Oh, ik ben hier zo noob in. Ik kan hier echt niks mee. Wat moet ik nou? Misschien moet ik me maar eens gaan verdiepen in het worstelen. Worstelen is serieuze business waarvoor je veel moet oefenen. En het begint natuurlijk bij een goede naam. Voor worstelen moet je natuurlijk goed trainen. Je moet veel behendigheid hebben, maar ook brute kracht is essentieel om een gevecht te kunnen winnen. Een ander belangrijk element bij showworstelen zijn natuurlijk de vaak totaal random objecten die erbij worden betrokken. Een ladder of een tafel, ja, daar heb ik geen beschikking over. Ik zou het met andere dingen moeten doen. Het is ook belangrijk dat je goed kan acteren bij showworstelen. Ook al slaat je tegenstander compleet mis, je moet natuurlijk wel net doen alsof je geraakt wordt. Als het te nep lijkt, dan zal het publiek niet tevreden zijn. Met alle gevolgen van dien. Je hebt ook een goed uiterlijk nodig bij je worstelpersoonlijkheid. Met je worstelpak laat je zien wie je bent en herkennen mensen je. En dan ben je een echte worstelaar en klaar voor je eerste battle. Dan is het tijd om al je harde trainingen en voorbereidingen samen te laten komen in een echte worstelmatch. Die ga ik houden in Fight Club Haarlem. Wouter Brugge, in mijn sportschool. Wat een verrassing. Denk jij echt dat jij de 2-4-voudige kampioen kunt verslaan, Wouter Brugge? Wie ben jij dan, lichtelijk Spaans lijkende VK-achtige dude? Ik ben de power in the Power Unlimited. Samuel! Samuel? Dat ziet er belachelijk uit. Una Bologna Blanca, bitch.